Het Moengra Medisch Centrum is een couveuse rijker. De geste is gedaan door Subisco NV. Financieel directeur Reginelle Pontjo-Sintono van het MMC zegt dat de couveuse een grote bijdrage zal leveren aan de dienstverlening van het ziekenhuis. U heeft dan net gezegd, inderdaad, er zijn er twee. Eentje is langer dan 20 jaar. En economisch-wise begrijp je best wel dat dat deel ook al in afschrijving toe is. Dit is het moment. De bedrijfsleven heeft ingespeeld ten behoeve van de gemeenschap van Ikeri. Pakweg 2 of tot 3 baby's, pasgeborenen, maken gebruik van zo'n koef per maand. Eentje zit bij de verloskamer, de andere bij de kinderafdeling waar nodig. Dat begrijp je best wel. Eén zit al op de andere afdeling, de andere is eentje. Indien eentje, zeg maar, ik zou kapot raak of door omstandigheden niet functioneert, wat doe je dan? Dus de derde was van eminent belang. Het bedrijf doet jaarlijks donaties aan de Surinaamse samenleving, uit dankbaarheid voor het trouwe partnerschap. De commercial manager van Subisco, Sewina Besisar, zegt dat het niet hierbij zal blijven, maar dat de samenleving kan uitkijken naar meer donaties van het bedrijf. Het vakgroep kindergeneeskunde, zij uit de casus zijn uiteindelijk bij elkaar gekomen en zij hebben dus besloten om het medisch apparaat te overhandigen aan het MMC ziekenhuis. Waarom? Zoals daarnet al aangegeven, heeft het MMC ziekenhuis momenteel 1 couveuse apparaat, die in principe al langer dan 20 jaar bestaat. Dus was zeker de nood om daar een nieuw medisch apparaat in te brengen. En wat heeft de incubator het bedrijf gekost? De incubator heeft 14.289,29 euro gekost. Die hebben we laten halen uit Nederland. Het bedrijf heeft de couveuse geschonken na een noodkreet vanuit de vakgroep kindergeneeskunde in de maand mei.